Tumtum Week. Dit is het moment waarop we allemaal hebben gewacht. Vandaag krijgen jullie te zien mijn allereerste huisje, mijn eerste Tsumtsum huisje voor in mijn Tsumtsum dorp van Winnie de Poe. Sommigen van jullie hebben al een klein glimpje mogen ontvangen van mijn Tsumtsum huisje, want ik zag dat een aantal van jullie me gingen volgen op Snapchat. En op Snapchat heb ik dus steeds een fotootje geplaatst van hoe het eruit begon te zien, hoe ik aan het werk was. En ik had zelfs gisteren nog een sneak peek, of vanmorgen was het geloof ik, van het huisje laten zien. Jullie weten nog steeds niet helemaal hoe die eruit ziet, dus dat ga ik zo meteen aan jullie tonen. Trouwens, ik heb onderin bij mijn beschrijving van het filmpje heb ik dus mijn Snapchat-account staan voor degenen die dat nog niet weten. Oké. Ik heb best wat hulp gekregen bij het knutselen voor Winnie de Poe. Ik heb heel veel tips van jullie binnengekregen. En ik heb ook wat foto's binnengekregen en zelfs één video. En ik wil dat eigenlijk even met jullie gaan delen. Zodat jullie een beetje zien van wat voor hulp heb ik gehad bij het maken van mijn Tsumtsum huisje voor Winnie de Poe. Ik heb van Even Emma heb ik een foto gekregen van haar honingpot. Even Emma, ik vond hem zo mooi. Echt prachtig. Op het moment dat ik hem al kreeg, was ik al best wel ver met mijn Winnie de Poe huisje. En ik heb zelfs eigenlijk nog even overwogen om jouw honingpot ook na te maken. En dan onderaan het boomhutje te plaatsen. Maar toen dacht ik van, nou nee, ik moet ook even stoppen. Ik ben al heel veel dagen mee bezig geweest. En ik heb besloten me toch niet te doen. Maar ik vond hem echt waar. Ik vond hem prachtig. Dore Vrooman, jij hebt ook een heel mooi huisje voor mij geknutseld met hele mooie kleuren, vond ik het. Ik vond gewoon echt mooie kleurtjes wat je had gebruikt en die plakkertjes erbovenop. Het zag er prachtig uit. Je was een beetje ziek en je zei zelf, nou, je was een beetje ziek en je hebt er wat minder aan kunnen knutselen dan je normaal zou doen. Nou, ik ben benieuwd hoe mooi jij normaal kan knutselen, want ik vind dit al heel prachtig, ook al was je ziek. Ik vind het heel mooi geworden. Sassy Family, zo zeg, wat kan je, ben jij creatief. Jij had een 3D pen een poos geleden en daarmee had je al het een en ander geknutseld. En daar heb ik foto's van jou van gekregen. Het huisje en tafeltje en stoeltje, dat staat al op jouw YouTube account. Dus als je gaat kijken bij Sassy Family, dan zie je dus op haar YouTube account hoe ze dit heeft gemaakt. Jouw boomhut, die staat er geloof ik niet op, zei je, maar hij is echt mooi. Toen ik jouw boomhut zag, dacht ik, nou, laat ik maar nog maar een paar keer opnieuw naar mijn boom kijken. Ik heb dus een boompje bovenop mijn boomhut geknutseld. En ja, dat voor jou zag er zo mooi uit. Ik ben maar meteen aan die van mij weer gaan knutselen om het wat mooier te maken. Dat is ook gelukt. Dus jouw foto heeft me enorm geïnspireerd om te zorgen dat het er nog mooier uitzag. En zo meteen krijg je dat te zien. Even kijken, wie hebben we nog meer? Doris, ik heb voor jou ook een heel leuk honingpotje gekregen. Velen van jullie zeiden, maak ook een honingpotje voor je Winnie de Poe huis. Dat heb ik dan dus ook gedaan. Doris, dankjewel voor jouw foto. Willy Mouse, niet voor Winnie de Poe, maar voor Ham uit Toy Story. Het varkentje Ham. Heb jij een heel mooi huisje gemaakt met een modderpoel? Dat vind ik echt leuk. Daar zou ik niet aan gedacht hebben aan een modderpoel. Bedankt. Ik hoop dat ik nog meer tips binnen ga krijgen voor Ham. Zodat ik aan de slag kan gaan voor een leuk huisje, een leuk varkenshuisje ervoor. Emma Bakbier. Jij hebt iets geknutseld voor Donald Duck. Het was een filmpje, een videootje wat je me hebt gestuurd. Ik laat hier even een afdruk zien van jouw video. Een leuk huisje voor Donald Duck, zei jij. En Lola Prola. Lola Prola, jij had dus de vorige keer een prijsje gewonnen, hè, van mijn rebusspel. Leuk dat je me nu gewoon weer komt helpen en de video's blijft kijken. Jij hebt een Mickey Mouse huis gemaakt. En toen zei ik tegen jou dat ik hem echt heel erg mooi vind. Ik vind hem echt mooi en ik ga hem ook zeker proberen na te maken, Lola Prola. En jij gaat hem ook op jouw YouTube-account zetten, zei je. Dus als jullie even bij Lola Prola kijken op haar YouTube-account, misschien heeft ze de video er al staan. Ik weet het nog niet, want ik heb ook nog niet kunnen kijken. Maar dat ga ik wel zeker doen, Lola. Ik ga ook bij jou de video kijken. Oké, dat waren dus alle binnengekomen foto's en video's. Ben jij ook lekker druk bezig voor mij om mij te helpen met knutselen? Stuur jouw foto op naar mijn e-mailadres
onderin bij de beschrijving van het filmpje vind jij mijn e-mailadres. Stuur dan wel alleen foto's of video's. Dus geen reacties of tips of commentaar. Laat dat gewoon even hier op YouTube achter. Dus alleen de foto's of video's even e-mailen naar me om me een beetje te helpen. Jullie weten, ik heb jullie hulp gevraagd. Voor welke Tsumtsum moet ik nog meer aan de slag? Jullie hebben nu een huisje, zien zo meteen een huisje voor Winnie de Pooh. Maar ik heb nog meer Tsumtsums en voor wie ga ik nu aan de slag? Laat het me weten. Uit alle helpers, iedereen die me geholpen heeft, dan ga ik er eentje uitkiezen. Of als ik twijfel, doe ik gewoon een loodje trekken uit degene waar ik over twijfel. Eén van jullie krijgt een beloning. En wat heb je ervoor gedaan om die beloning te krijgen? Nou, je hebt me gewoon hele goede tips gegeven. Je hebt goed met me meegedacht. Leuke ideetjes bedacht van wat ik kon knutselen. Maar ook haalbare ideeën, hè? Want iedereen kan van alles roepen. Maar als ik het niet na kan maken, schiet het ook niet op. Dus dan heb je me heel erg goed geholpen. En dan krijg jij een Tsumtsum 2-pak. Jij krijgt niet deze, want deze ga ik zelf uitpakken. Ik heb dus nog niet jouw Tsumtsum 2-pak. Ik heb jullie verteld, mijn Tsumtsum Week wordt gesponsord door Boti. En ik mag dus degene die beloond wordt, die mail ik dan het adres door naar Boti. En die stuurt naar jou een Tsumtsum 2-pak. Nou, heel leuk, spannend. Ik hoop dat jullie me nog meer blijven helpen. Ik heb voor Mickey Mouse heb ik al 4 ideetjes binnengekregen. 4 reacties. En voor, wie was het nog meer? Voor Pluto heb ik ook 4 ideetjes binnengekregen. Dus ik ga morgen beginnen met Mickey Mouse of Pluto. Een van die twee. Heb je nog meer ideetjes? Geef ze alsjeblieft. Geef ze ook zo snel mogelijk. Want dan kan ik ze ook nog meenemen in mijn knutselwerkjes. Winnie de Pooh, jij hebt er zin in. Ik weet het wel. Je wil je huisje zien. Nou, Winnie, kom maar. Wij gaan jouw huisje erbij halen. Het centrum gaat eventjes ietsje opzij. En daar komt hij dan. Tada, tada, ta. Winnie de Pooh, dat is jouw huisje. Nou, Winnie de Pooh is er wel heel blij mee. Want hij kan lekker hier beneden in zijn huisje. En als er dan wordt aangeklopt bij hem, dan kan hij hier zijn bezoek ontvangen. Heeft hij zin om gewoon even lekker uit zijn raam te kijken? Nou, dan kan hij dat dus mooi doen op zijn eerste verdieping. Maar, en daar is hij helemaal blij mee, hè? Ja, hij kan lekker snoepen van zijn bijenkorven die ik voor hem heb geknutseld. En als die moe is, als het bedtijd is, dan gaat hij lekker in zijn honingpotje. En misschien zit er zelfs nog wel wat honing op de rand waar hij vanaf kan snoepen voordat hij in slaap valt. En dan kan hij gewoon heerlijk daar lekker in slaap vallen. Nou, dank jullie wel voor alle tips. Ik heb nu al 1 huisje. Ik moet de volgende keer gaan kijken hoe ik het ga filmen dat de huisjes hier verder omheen gaat. Maar dat is even voor later van zorg. Ik hoop maandag alweer een knutselvideo klaar te hebben. Moet ik wel even heel snel aan de slag gaan. Ik moet nog beginnen morgen. Dus help me, kom maar met tips. Vind je dit leuk? Abonneer op mijn kanaal. Dat is mijn mans kanaal waar je ook kan abonneren. Vergeet niet hieronder op like te drukken. En je ziet ook zelfs een belletje staan als je een melding wil krijgen voor mijn filmpjes. Doepa doe!